Goedendag beste kijkers, we staan hier in de prachtige bestuurskamer van voetbalvereniging Dilettant. Bladerwedstrijd vandaag, Dilettant tegen DCW. Voorzitter is op vakantie. Ik wil even een paar vragen stellen aan de spreekbuis van het bestuur. Dat is de heer Fred Albers. Fred, goedemiddag. Hallo. Fred, vorig jaar een hoop gebeurd. Een nieuwe accommodatie en eigenlijk staat de organisatie er. We zijn heel blij dat we dit seizoen een compleet bestuur hebben. Dat we een mooi jaar hebben meegemaakt op dit fantastische complex. En je ziet alleen maar dat de club aan het groeien is. Bestuurlijk is het goed. De jeugd trekt enorm aan. Ja, en ons vlaggenschip, dat doet het. Na twee wedstrijden kan ik niet veel van zeggen. Maar goed, dat ziet er ook gewoon wel hoopvol uit. We zijn zeer content met de situatie waarin we nu zitten. Wat ik persoonlijk vind, ik mag sinds kort zelfstandig de keeper van F5 trainen. Maar een enorm aanwas van jeugd vind ik. Waar zou dat dan kunnen liggen? Ja, je ziet dat het op een mooi complex spelen, dat gewoon aantrekkingskracht heeft. Hè? Dat die jeugd komt hier graag naartoe. De ouders komen graag met hun kinderen hier voetballen. En je ziet dan alles dat we er echt verschrikkelijk op vooruit gegaan zijn. Ja, en dat zie je ook daarin. De jeugd trekt aan en van de jeugd moeten we toch hebben. Ja, dat is zo. Verwacht je er vanmiddag van de wedstrijd? Nou, het is natuurlijk een historisch duel. Hè? Het is nog nooit, voor zover ik weet, in de competitie gespeeld. En dat is een krimpen derby. En wij zijn vol vertrouwen, dus we willen de punten graag hier houden. Oké, Fred, dankjewel. We lopen het veld op. We zijn de kantine binnengelopen met op de achtergrond onze prachtige fotobank van Dilettant en het verleden. Naast me staat trainer Richard Mank. Een aantal vragen aan hem. Richard, goedemiddag. Vorig jaar Houdini Act gehad, laatst moment gepromoveerd naar de tweede klasse. Ja. Ik vond wel zelf de tweede helft van zo'n beter gespeeld worden. Wat verwacht je voor dit seizoen? Nou, dat we het vrij zwaar gaan krijgen. Aangezien de competitie zo dusdanig versterkt is dat ik denk dat we het heel zwaar gaan krijgen. Maar de afgelopen twee wedstrijden hebben we toch wel gezien dat we het niveau aan kunnen. Ik vind dat je zelf een aantal hoop jonge jongens, maar wel met enorm veel talent. Ja, we hebben ontzettend veel jonge jongens en er spelen hier jongens in die waarvan dit absoluut niet het plafond is. Want ik denk dat ze veel hoger kunnen gaan spelen. Ja. Heb je DCW nog geobserveerd of doe je dat niet? Nou, we hebben wel gekeken, maar we weten natuurlijk onderling ook wel wie speelt en wat de kwaliteiten zijn. Dus we hebben met de spelers besproken. Dus we weten ongeveer wel hoe DCW speelt. Ja. Het is je tweede jaar als trainer, die heeft een beetje naar je zin? Ja, een fantastische club. Nieuw gebouw, nieuw complex, goede groep, jonge groep. Beter kun je niet hebben denk ik als trainer. Dus uit jezelf ga je niet meer weg? Als het aan mij ligt niet, nee. Hey, dankjewel. En wat verwacht je trouwens van de wedstrijd? Ik denk dat wij gewoon lekker met 2-0 gaan winnen. Zo denken wij er ook over. Hey. Zijn wel verwachtingen dan, hè? Ja, komt helemaal goed. Hey, dankjewel. De volgende die ze gaan, naast me staat Jan de Boer, zowel gevoetbald als bij DCW als bij Dilettant. Voor hem ook een interessante wedstrijd. Het is tevens mijn neef, aantal vragen aan hem. Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Jan, wat verwacht je vanmiddag? Ja, wat verwacht ik vanmiddag? Een Dilettant voor de eerste keer in de tweede klas tegen DCW. Het is natuurlijk een derby. Vroeger ondenkbaar, hè? Dilettant tegen DCW in de competitie. Ja, inderdaad. Ja. Dus een aantal jaren geleden had je dat nooit kunnen verwachten. Ik verwacht veel strijd van beide teams. Vroeger zelf bij DCW gespeeld en ook bij Dilettant. Maar als ik dan de derbies DCW-CKC, dat was altijd veel strijd. Daar leefde je weken naartoe. En dat zijn de mooiste wedstrijden voor jou als speler om te spelen. Jan, ik heb zelf het maximale uit mijn carrière gehaald. Ik heb het achtste van Dilettant gehaald. Simpelweg omdat er een negende was. Ik heb één keer met zevende mee mogen doen. Eerste helft reserve, tweede helft mocht ik grensrechter zijn. Dus dat deed goed, zeiden ze. Maar mijn vraag eigenlijk aan jou is, heb jij het maximale uit je carrière gehaald? Ja, wat is maximaal? Nee, kijk, ik heb een aantal malen in de jeugd, of tenminste tot 21 jaar, bij de KNVB geselecteerd. En daar lopen natuurlijk zat scouts langs de lijn. En dan denk je van misschien maak je een kans, halen ze je pikjes eruit. Een keertje een proeftraining gedaan bij Feyenoord. Dan ben je natuurlijk reuze blij en dan ga je met vol enthousiasme ga je erin.
Het was wel een domper op een gegeven moment. Want ja, op een gegeven moment vroegen ze van, joh, ja, goed gegaan. En tweede training. Maar goed, op een gegeven moment gaf ik aan van, joh, ik kan eigenlijk niet vanwege mijn werk op die dag. En nou, dat was volgens hun geen probleem. Ik zou nog een uitnodiging later krijgen. Maar ja, vervolgens kreeg ik een brief van dat er een afwijzing was. Ja, dat is dan jammer. Ja, dan denk je, heb je het maximale uit je carrière gehaald? Kijk, ik heb het hoogste in het amateurvoetbal gespeeld. Dus wat dat betreft heb ik wel het hoogste gespeeld. Hoofdklasse toch, hè? Ja, hoofdklasse bij DCW dan. Een viertal jaren. En ja, goed, dat is ook prachtig. Dan speel je natuurlijk ook tegen oud-profs en zelf met een goed team met ook oud-profs daarin. Dus ja, ik denk wel dat dat het maximaal is. Maar stilletjes had ik toch een beetje, toch nog ietsje hoger verwacht. Nou, zijn we beide opgegroeid bij DCW. Ik vroeger ook eigenlijk. Heb jij nu nog wat bij DCW? Want persoonlijk vind ik elk jaar 8 tot 10 nieuwe. Er gaan er ook weer 8 tot 10 weg. Wat heb jij er nog mee? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er niets meer mee. Kijk, ik heb er 16 jaar met veel plezier gevoetbald. En ja, kijk, toen ik kwam als 18-jarige speler, ja, dan speel je met oud-DCW'ers. Op een gegeven moment ga je steeds hoger voetballen. En ja, dan ontkom je er gewoon niet aan dat er steeds nieuwe spelers bij komen. Ligt ook een beetje aan het niveau. Maar ja, ik begrijp dat het nog steeds zo is. En dat snap ik niet helemaal. Kijk, als je nu wat lager voetbalt, dan denk ik dat je toch met je eigen jeugd veel meer kans moet geven. En ik denk dat dat toch de toekomst is. Hè? Dan heb je die strijd. Dus. En nogmaals, ik ben ook na 16 jaar ben ik niet op een al te leuke manier weggegaan. En ja, dus ik heb er eigenlijk niets meer mee. Hoe lang heb je het eerst gezeten? 16 jaar. En toen ben je hierheen. Hoe lang heb je hier nog gevoetbald? Ik heb hier nog 2 jaar gevoetbald, waarbij we het tweede jaar kampioen werden. Toen was het voor de eerste keer dat de dilettant van de vierde klas naar de derde klas promoveerde. Dus ja, dat was een feest van hier tot Tokio, kan je wel zeggen. Ja, en dat vergeet je niet. Ik nam toen ook afscheid, zeg maar. Ik was toen 36 jaar. Ik heb toen een afscheidswedstrijd, een afscheidsfeest gehad. Nou, voor die 2 jaar, ja, misschien een beetje overdreven, maar ik vond het wel een stukje waardering voor die 2 jaar. En 16 jaar DCW heb ik dat stukje waardering niet gevoeld. Je bent niet alleen sponsor hier, maar jou ook de velden bij. Houden ze ook bij DCW, bij? Nee, ja, DCW heeft 2 eigen velden en 2 velden van de gemeente. De 2 eigen velden die doe ik jaarlijks dan op het moment dat het seizoen afgelopen is doorzaaien. Net zoals dat we hier doen bij Dilettant. Alleen hier bij Dilettant doe ik dan nog de velden maaien en mesten. Ja. Hartstikke leuk. Hey Jan, wacht even nog van. Qua uitslag. Ik hoop op een overwinning van Dilettant, uiteraard. Want je bent Dilettant, begrijp ik, hè? Ja, ja. Hey, jammer dank. Ja, oké. Okay. We zijn ondertussen op het veld beland. Naast wie ook aanwezig zijn, de collega's van Radio Vrolijk. Dus niet alleen TV Vrolijk, maar ook Radio Vrolijk. Naast me Arie Notter. Een gigantische carrière gehad, want hij is trainer geweest van zowel Dilettant als DCW. Arie, goedemiddag. Wat gevoel heb jij hierbij? Goedemiddag John. Ja, wat een gevoel. Ja, het is de eerste Krimpense derby die eraan komt. Ik heb het net ook in mijn radioverslag gezegd toen ik de opstellingen voor de Radio Vrolijk heb doorgegeven. Ja, is toch wel bijzonder. Het is... je had het eigenlijk, laten we zeggen, 20, 25 jaar geleden nooit voor mogelijk gehouden dat een Dilettant en een DCW in competitieverband tegen elkaar zouden gaan spelen. Ja, ik heb daar ook met mijn vriend en collega sportverslaggever Hans Hofkoper over gesproken. Ja, heel vroeger, zo oud zijn we als John, toen hadden wij... Jij. Ja, oké, maar toen hadden wij de eerste klas RVB, tweede klas RVB, derde klas RVB. En ja, het niveau is in mijn ogen toch een klein beetje teruggezakt. En DCW is natuurlijk helemaal ver teruggezakt. Dilettant is gelukkig wat omhoog gekomen. En daarom zijn we vandaag hier voor de eerste derby van de Krimpenerwaard. Of Krimpenerwaard, maar van Krimpen eigenlijk. Ja, we hebben net een bestuurskamer ook al over gehad. Ik kan me nog herinneren dat 35 jaar geleden, zo oud ben ik dus ook al, dat Dilettant, die werd geen kampioen, die werd tweede volgens mij in de tweede klas van de RVB, de Rotterdamse Bond, de onderbond, promoveerden ze. Nou, dat was uniek, van de tweede en de eerste klasse van de onderbond. Ja, en DCW keek altijd tegenop. Hè. Er was geld, er waren sponsors, vrijwilligers stonden te trappelen. Het is hoofdklasse zelfs gevoetbald. Het is eigenlijk uniek dat we in competitieband tegen elkaar spelen. Hè. Ja, zonder meer. Ik bedoel, ik zat, ja, hoe raar het misschien ook klinkt, werd vanmorgen wakker en toen dacht ik, wat is dat toch gek, hè? Toen ik trainer was bij DCW, toen werden we hoofdklasser. En nu spelen die 2, want Dilettant was eigenlijk maar, ja, ze lachten uit krimp en ijzer, ze lachten Dilettant uit. Maar nu zitten we op gelijke hoogte. En dan mogen wij, en dan mogen wij, en dan moeten wij, vind ik eigenlijk, als krimp en de lek zijn, er gewoon heel trots op zijn. Want de krimp is er trots, met zo'n prachtig
dat mag ik wel duizend keer zeggen, zo'n prachtig sportcomplex, waar wij dan op dit moment Krimpen IJssel mee uitlachen. Nou, dan denk ik, jongens, we doen te goed in Krimpen Lek. Zojuist ook even gesproken met Jan de Boer, oudspeler van beide teams. Elk jaar 8 tot 10 nieuwe bij DCW, 8 tot 10 nieuwe weg. Heb jij nog wat met DCW? Ik ben zelf opgegroeid bij DCW. Ja, nee, dat snap ik. Kijk, ik denk ook dat je daar als vereniging zijn, het klinkt misschien hard, maar dat je daar aan kapot gaat. En we kunnen wel met die geldbuidel gaan wapperen, maar ik denk zoals Dilettant het op dit moment doet, dan is het goed doen. En daar moeten we gewoon trots op zijn. En ik denk dat iedereen dat niet altijd begrijpt, want we willen altijd wel meer en meer en nog meer. En dat is mens eigen, maar toch zeg ik van jongens, gebruik je verstand en blijf Dilettant zoals Dilettant is. Jij komt met diverse clubs, zijn we wel met radioverslag. Wat verwacht je er vanmiddag van? Vanmiddag? Nou ja, ik heb Dilettant nog maar 1 keer zien spelen van het jaar. Ik heb DCW nog niet zien spelen, wel gehoord. Ja, en ik denk als Dilettant gewoon zijn eigen spelletje speelt zoals ze ook gedaan hebben. Dit is zeker met name de tweede helft tegen Zwervers, moet ik zeggen. Dan denk ik dat Dilettant best een goede kans gaat maken. Afwachten, op de counter loeren en dan denk ik, maar goed, ik heb DCW nog niet gezien. Maar dan denk ik, dat is gewoon een verwachting van mij en een hoop van mij, dat Dilettant toch de punten hier in Krimpen houdt. Oké. Hey, dankjewel. Binnenkort gaan we nog een keertje in Lekkerk. Want anders denken Lekkerk van we komen daar niet, maar daar gaan we binnenkort heen. Nee, John, daar wil ik wel even gelijk op inhaken. Want als ik bij Lekkerk kom als verslaggever voor de radio, dan is het altijd van ja, maar jij bent voor Dilettant. En als ik dan bij Dilettant kom, dan zeggen ze jij bent voor Lekkerk. Nee, als Dilettant de doelpunt maakt, juich ik net zo hard als Lekkerk maakt. Dus wat dat betreft, geen probleem. Oké, hey, dankjewel. Luca, kan je even komen? Nou, dan zijn we nu toegekomen aan het leukste interview van de middag. Want naast me staat de pupil van de week. Hey, stel jij eens voor, wie ben jij? Luca. En in welk elftal zit jij? F3. En wat heb je gisteren gedaan? Verloren. Met hoeveel? 2-1. En die 1 heb jij gemaakt? Nee. En wat heb je net ook gevoetbald, in de voorwedstrijd? Nee. Mocht je niet mee? En welk elftal zit jij? F3. En ga je dit jaar kampioen worden? Ja. En wat wil je later worden? Voetbal. Profvoetballer? Ja. Bij? Barcelona. Bij? Barcelona. Barcelona? Niet bij Sparta? Nee. Want je bent toch van Sparta? Ja, dat wel. En waar speel jij in het elftal? F3. Ja, maar waar? In de verdediging, op doel of in de spits? En heb je al doelpunten gemaakt? Ja. Hoeveel? Hiervoor 3. Hiervoor 3? En hoeveel gaan er nog komen? 1000. 1000? Nou, daar hou ik je aan. Heb je verder nog wat te vertellen? Ja. Nee. En hoe staat het op deze wedstrijd? 1-0. 1-0? 1-0. Okay, want ik heb nog geen doelpunt gezien. Nee, dat is 0-0. Nou, vind je het leuk? Oké, okay, nou, gaan we even verder spelen. Op de klok staat en dat betekent dat er nu een vrije trap komt. Dat er een pittige, hele valse overtreding komt daar door. Even kijken, die vrije trap, daar moet de verzorger moet in het veld komen. En dat betekent dus dat als die verzorger in het veld komt, dat er alle tijd genomen wordt om dat te nemen. Nou, die vrije trap van de Krimpenaren, die gaat naar genomen worden. Door wie? Wie gaat die bal nemen? Het is Marnix van der Adel. Of is het Peter Roos die bal gaat nemen? We kijken het. Ja, er staan er 2 mensen bij. We nemen al de tijd voor. Kijkt u rustig. Die bal wordt hoog ingebracht. Wordt er gekopt door Dilettant. Ja, 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 ja! Maar hij zit nog niet. Hij telt nog niet. Iedereen juicht. Maar. De scheidsrechter die gaat naar de assistent toe. Gaat het gebeuren. Maar waar gaat hij naar? De middenwijzer. We gaan het afwachten. Hij keurt hem af. Hoe is het mogelijk? Waarom? Dat wordt de vraag natuurlijk. En dan gaan wij uiteraard, hoop ik dat we daar de tijd voor hebben.
Ik word mij nu gewoon ingefluisterd dat het buitenspel is. En dan gaan we verhalen halen en dan krijgen we natuurlijk gele kaarten. Dat moet je absoluut niet doen. Jesper van der Adel die maakt daar gewoon opmerkingen aan die scheidsrechter. Maar goed, wie maakte dat doelpunt en wie stond er buitenspel? Jaco Zwijnenburg gaat er weer naartoe. Waarom? Nou, we hopen er achter te komen van de scheidsrechter. We hopen het mee te maken. We gaan het bekijken. We gaan het vragen aan de scheidsrechter. En dan ga ik dadelijk vragen aan een van onze mensen van Vrolijk TV. Of die de scheidsrechter direct naar de camera wil laten komen. Want dat zou mooi zijn als hij mij uit kan leggen waarom dat doelpunt werd afgekeurd. In ieder geval, het is afgekeurd. En het blijft hier dus. Er staat op het scorebord 2-1. Maar inderdaad. Die moet eraf, Sebrecht. Ik wijs gelijk naar de scorebord en onze cameraman die heeft het er eenmaal. Ja, en de meneer van het scorebord die was natuurlijk heel enthousiast. Die had natuurlijk ook heel graag, had hij dat ook wel gewild. Maar het staat weer 1-1 op het scorebord. Dat is natuurlijk mooi meegenomen. Komt die bal hoog ingebracht en in de veilige handen van keeper Sebastian Gerard. En daar wordt wat gebeurd. Daar gebeurt wat. Het is Jaco Zwijnenburg, de oud speler zou ik haast zeggen van deze week. Uiteraard bij Dilettant en gevoetbald heb. Groot gebracht is. Naar deze week gegaan. Teruggekomen. Nu in het veld staat. En nu heeft hij een gele kaart in zijn handen, de scheidsrechter. En dat betekent dus dat wie er een gele kaart krijgt, het is waarschijnlijk Gerlach. Die krijgt een rode kaart. Een rode kaart voor Gerlach. Ja, omdat hij... Dat voor Gerlach. Het is Gerlach die tussen een gele en een rode kaart is. Nu hoor ik mijn collega Hans Hofkoper brullen en roepen dat er een strafschop komt hier bij de wedstrijd Dilettant DCV. Ja, of het echt gaat gebeuren, het is mij nog niet. De bal legt wel op de stip, maar of het echt gaat gebeuren, dat is de reuver van DCV legt op de grond. En het is... even kijken, ja, iedereen wordt nu een beetje gek en een beetje alles staat te brullen en te roepen en dat is allemaal niet aan de orde. Ja, het is inderdaad, is het toch een vrije trap? Wat gaat die scheidsrechter doen? Gaat hij een vrije trap geven? Of voor Dilettant, of geef je toch die straf op? Het is allemaal heel erg onduidelijk. De scheidsrechter die gaat dus nu naar de assistent scheidsrechter toe. De heer Slop, Jaap Slop, die daar doet. En wat gaat die scheidsrechter? Hij gaat die bal oppakken. Hij geeft gewoon een vrije trap. Hij geeft gewoon een vrije trap voor Dilettant, dat betekent dat er dus geen straf voor komt. Dat is een beetje heel raar en heel verwarrend. In ieder geval, het zij zo, het moet zo, het kan zo, het gebeurt allemaal. En het lijkt me gewoon erg verstandig om dat eigenlijk niet te doen. En dat iedereen tevreden is als het een stand is van 1-1. Is het Dilettant wat nu met een lange bal probeert een voorwaarts te bereiken. De scheidsrechter die loopt nog op zijn klokje te kijken. En we zitten dik in blessuretijd. En nu gaat de scheidsrechter, die gaat kijken om... gaan wij kijken of we de scheidsrechter bij ons kunnen krijgen. De scheidsrechter geeft daar nog een rode kaart aan. De nummer 11 van Dilettant krijgt een rode kaart. De nummer 11 door het slap ouwe hoeren tegen de scheidsrechter. Wat is dat dom. En er komt er nog een. Ja, het is een werkelijk een waanzinnige slotfase hier in Krimpenerlegd. Dus die eerste derby van de Krimpenaren geeft twee rode kaarten aan Dilettant, de scheidsrechter. En dat is natuurlijk wel heel, en maar dan ook heel apart dat gebeurt aan de scheidsrechter. En we hopen dat een van onze medewerkers het te pakken krijgt en... Of en dat gaat lukken om dat wij de scheidsrechter te krijgen dat hij hierheen komt. En als dat gaat lukken, ja, dan gaan we vragen waarom dat de scheidsrechter die gele kaarten heeft gegeven. Waarom, dat zouden wij graag willen horen. Maar ik denk dat de scheidsrechter daar waarschijnlijk niet toe bereid is. Want in ieder geval, het vuur staat hier behoorlijk in brand. En ik denk dat we dat beter na afloop kunnen doen.
Zo, bij mij de scheidsrechter van vandaag in de Krimpense derby. De derby die voor het eerst is gespeeld, scheidsrechter Westenbroek uit Den Haag. En dat betekent dus dat deze scheidsrechter een voortreffelijke wedstrijd heeft gefloten. En die op het laatst, wat u allemaal kan zien, een paar rode en gele kaarten heeft gegeven. Scheidsrechter, mij verwonderde het waarom het doelpunt werd afgekeurd. Kan u dat toelichten, lichten? Ja, doelpunt, dan denk ik dat je doet op het doelpunt van dilettant. Uiteraard. Ja, oké, prima. Nou ja, ik neem bij een doodspel met vrije trap zijkant, neem ik zelf de buitenspellijn waar. Ik stuur mijn assistent door naar de achterlijn. Bal wordt er ingebracht, vervolgens ingekopt richting tweede paal, cross. Ik had het idee ook dat als de jongen van dilettant de bal laat lopen, is het gewoon een geldig doelpunt. Maar ja, vermeend buitenspelpositie en daar kan ik in meegaan in mijn standpunt. Ik vond dat er goed voor stond. Geeft hij het laatste tikje en... Ja, daarin kon ik me wel vinden, dus. Terecht, ik ook. Nu ik het uitleg hoor, ik denk dat de kijkers dat straks ook wel kunnen zien. Ja, dan komen op het eind komen er een paar hele vervelende, domme, vind ik zelf, rode kaarten. Ja, wat je zegt, domme rode of gele rode kaarten. Gewoon domme kaart om het zo te houden. Heel de wedstrijd voelde je wel hè, wat grimmige acties naar elkaar toe. Ook wat commentaar op mijn beslissingen, terwijl we van tevoren de afspraak maken. Dat laat je voor lief. Hè. Je neemt het stukje emotie mee, dat vind ik prima. Ook zijnde dat het een derby hier is. Nou ja, oké, prima. Het woord derby vind ik altijd wel een cliché, maar oké. Als het op een gegeven moment echt doelgericht naar de scheidsrechter is, hè, dat commentaar, ja, dan vind ik op een gegeven moment moet je maatstaf trekken. En dat heb ik gedaan. Ik bedoel, ik zal openheid van zaken geven voor de kaarten. Eerste rode kaart. Keeper van dilettant kon op een gegeven moment balbezit, wil hem uittrappen. Het was uit het doodspelmoment, dus in principe was heel de aanval van DCV was voor de goal van dilettant. Keeper onderschept de bal, wil hem uittrappen, wordt gehinderd, dus belemmerd in zijn voortzetting. Ja, ik wacht toch af omdat hij hem vervolgens wegtrapt, wat voor situatie eruit komt. Voor hetzelfde krijg je een 1-op-1 situatie hè, in de voorhoede bij dilettant. Nou, dat is niet het geval. Ik hou het terug op het moment voordat ik al wil fluiten, hè, voordat... geef nummer 5 van dilettant. Geef gewoon, terwijl de bal in het spel is, geef ze tegenstander een duw op de borst. Ja, wat naar mijn inziens gewoon 1 straf kan opleveren en dat is gewoon de rode kaart. Alleen de overtreding op de keeper vond eerder plaats, dat haal ik terug. Oké, want ik dacht op dat moment, die scheidsrechter gaat die bal op de stip leggen. Want een rode kaart in een strafgebied is dan, denk ik dan, ja. Maar dan zit ik daar op dat moment als verslaggever van Multisport. En dan denk ik, hé, dat wordt een strafschop. Ja, nou ja, dat kan me indenken dat u dat denkt. Alleen als u het gehele strafschopgebied in ogenschouw neemt, ziet u dus dat de overtreding op de keeper eerst plaatsvond. En vervolgens wacht ik dus af waar de bal komt. En gaandeweg de bal naar voren geeft nummer 5 van dilettant zijn tegenstander een forse duw op de grond. Ja, wat gewoon de tweede overtreding is, maar wel bestraft moet worden met rood. En vond de overtreding op de keeper niet plaats, dan hadden we dus gaan hervatten met een strafschop voor DCV. Okay. De wedstrijd is afgelopen. En dan komen er nog eens 2 keer zie ik dat rode kartonnetje hierboven schijnen. Ja, oké, nogmaals, hè, een stukje emotie wil ik meenemen. Maar als ik moedwillig bedankt word voor het gelijke spel wat DCV hier heeft gehaald door een speler van dilettant. En herhaaldelijk en ook in de wedstrijd al meegenomen hè, wat hij continu een stukje commentaar leverde. Ja, vind ik dat daar geel op staat. Ja, jammer genoeg had hij al geel in de wedstrijd, dus dat wordt ook zijn tweede gele. En vervolgens komt er nog een speler van dilettant, basisspeler, die komt ook mij verwensen met het woord idioot. En ik denk als je een stukje eigenwaarde meeneemt, idioot. Ja, ik wil best een stukje emotie meenemen, maar voor mij was dat net over de grens. Dus die eerste eerste rode kaart... Dat was 2 keer geel, is rood. En scheids bedankt voor het gelijkspel van DCV door een dilettant speler. Nou, je kan wel raden met wat voor bedoelingen dat gezegd wordt. Ja, en op een gegeven moment ook na het trekken van die tweede gele kaart, dus rood, word ik door een andere medespeler voor idioot uitgemaakt. Scheidsrechter, bedankt. Ja, graag gedaan. En nog een hele fijne zondag. Ja, insgelijks. Dank u wel.